Ja, lieve vrienden, een hele goede morgen, bijna een goede middag. Mag ik even doen, kerel? Ja, ik ben er natuurlijk al enige tijd eruit, want mijn hulp is alweer geweest, die begeleider. Die is weer even met een klok bezig geweest. Het is in ieder geval, wil ik eerst zeggen, een heel hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog weer bij Ikke. Bij Corinna en de Beterboel, ja. Het is vandaag 25 juli. Het is 11 uur 49. Ik ben al druk bezig geweest, want de vaat zit al in de vaatwasmachine. De droger die draait al, de wasdroger. En ik heb deze ketting schoongemaakt. En die heb ik schoongemaakt met zo'n apparaat. Hebben jullie er ook zo in? Ideaal. Je kan je bril erin schoonmaken. Die heb ik dus ook schoongemaakt net. Want hij bleef vet met een schone theedoek bleef het me vet. Ik denk, hup, daar maar in. En dan is die schoon. Normaal kan ik de ringen erin doen, oorbellen kan je erin, waterdichte horloges kan je erin doen. Zilveren lepeltjes, andere lepeltjes die je er tegen kunnen. Enkel, doe niet je handen erin, hè? Nee, kijk. Ik zal je dat stikkertje laten zien. Doe dat niet. Nee, want daar is het niet voor bedoeld. Het water wordt niet heet. Absoluut niet. Blijft koud. Maar er komen wel allemaal... Nou ja, je merkt het zelf als je er eentje koopt. En waar is je te koop? Nou, ik heb hem bij mijn brillenwinkel vandaan. Als jullie goed kunnen onthouden, dan weten jullie waar. Ja, ik ga geen reclame maken. Nee, doe ik lekker niet. Wordt toch niet betaald, dus doe het ook niet. Dus ik ga er altijd naartoe, ook om hem te stellen. Dus moet je maar opletten als ik er ooit weer naartoe ga. Dus ja, ik zou zeggen, ik hoop er ook een. Het is zo makkelijk. Je kunt er zoveel mee schoonmaken. Dat ideaal. Ja. Even neerzetten, zo. Dan kan ik die weer ophangen. Dat, heel erg makkelijk, heel, ik vind hem gewoon geweldig. Ik heb hem van mijn mannetje gehad. En hij was ook iets van 30, 35 euro. Dat, ja, je kunt er eigenlijk een heleboel dingen mee schoonmaken. Sowieso je sieraad, brillen, waterdichte horloges. Nou ja, je gooit het erin. En je pakt een schone doek, en het liefst een zachte doek, niet van papier, dat is finesse, dan krijg je krassen, maar een zachte doek. En dan haal je het eruit en je maakt het schoon. Tenminste, je maakt het gelijk glad, hè, dat het gaat glimmen. Maar het wil ook wel eens is dat het in één keer niet schoon is. Dan doe je het nog een keer, desnoods dus schoon in het water. Heb ik ook met deze beketting zelf moeten doen. Want er zat allemaal vuil tussen. En ik heb hem nog onder de kraan even nagespoeld. Maar heb ik de ketting zo tussen mijn handen gedaan. Nou ja. En dan valt de troep er wel uit hoor. Ja. Maar oké, lieve vrienden. Ik moet zo even naar boven. Dan moet ik... Een lange jurk, proberen op te vouwen. Omdat het groot is, moet ik hem even voorzichtig netjes in een vuilniszak doen. Dan moet ik die vuilniszak in een Big Shopper doen. En dan moet ik naar een bruiseltiet mee. Dan moet ik vragen of ze me dus kan voorstellen om hem groter te maken. Gelukkig heb ik van hetzelfde stof een stola erbij. Dus ja, wie weet, kost het me niet zoveel. En als het niet zoveel kost, laat ik het dus doen. En anders, ja, dan moet ik zoeken voor een ander. Maar ja, dat is moeilijk hoor. Ik zeg het maar even, gaat het ding alweer. Dus ja, dan weet je het even dat ik dat ga doen. Ik neem de camera mee. Ik kan gelijk weer kijken bij die paint gebeuren. En dan zien we wel weer
hoe het de dag verder gaat verlopen. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Het is prachtig mooi weer. Ik heb last van mijn rechteroog. Er zit een vlies voor. Dat is niet leuk. Maar oké, doet er niet toe. Ik zou zeggen, geniet van alles. En tot later. Nou, zoals jullie het zien, het is nog niet af. Maar hij is nou ergens anders bezig, verderop. En waarom is hij hier even gestopt? Het is te warm om daar bovenin dat pakje te hangen. Dus ja, dat schiet er niet op, hè? Nee, hij is nou daar bij die koepel bezig. Dus daar gaan we eventjes naartoe. Dus we gaan hem omdraaien. En dan zullen we daar eens even beleven, hè? Hij maakt er een houten rand omheen met schroefjes. Ook altijd leuk. Dan denk ik gelijk met die twee. Ja, hij maakt er een houten rand omheen met schroefjes, vrienden. Hartstikke leuk. Echt gaaf! Hij kent het goed hoor. Hij kent het goed. Ja. Ja, het staat toch leeg. Het is van V&D dat gedeelte. Dat was de lunchroom, maar het restaurant. Dus ja. Ja, ik vind hem gaaf hoor. Het is weer het anders. Ach ja. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet er even van. Ik rij eerst even de stoep op. En dan, ja. Het is weer het anders, toch? Ja, vind ik wel. Het is leuk. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, ik sluit weer en ik zie jullie straks alweer als ik thuis ben. Ik zou zeggen, tot later. Wat ga jij toch ook in de gekte hoekjes leggen, hè? Ja, wat ga jij toch ook in de gekte hoekjes leggen? Voor de diggy. Hé? Ja, vrouwtje was het thuis, hè? Ja, zo lang ben ik ook weer niet weg geweest. Nee. Nee, ik ben niet zo lang weg geweest hoor, lieve mensen. Nee, echt niet. Ik krijg de kamer zo. Ik kreeg hem even niet opgedraaid. Nee, ik heb even wat boodschapjes gedaan, omdat ik dus geen broodjes meer had. En ik heb patat gehaald. En ik heb voor vanavond even wat broodjes gepakt. Zoals een broodje knakworst en een broodje hamburger. Weet ik veel, hoe heet dat? Gaan kijken. Twee hotdog. Lekker. Geen zin om te koken. En twee cheeseburgers. Lekker. Dus. Met die warmte ga ik niet koken. Echt niet. Veel te warm. En ik had ook niet zin echt om warm eten te hebben. Want dan zou ik dat wel mee kunnen nemen. Maar ook geen zin in. Ja, een bounty en een ijsje. Oftewel, een ijsje. Ja, nou en meis? Ja. Kom je ook even kijken? Kom jij ook even kijken? Oh ja? Oh, en toen? Moet je ruiken? Oh, wat is dat? Hé, wat is dat allemaal dan? Oh, is dat zo? Hé?
Ach, wat je daar. Maar oké, okay, ja, dat, het is echt wel warm vandaag. Het is broeierig, het is benauwd, het is bewolkt. Het lijkt wel alsof er onweer op komst is. Zo bij tijd te wijlen, want ja, nou is het weer aardig. Maar ja, ik weet het niet. Maar we zullen het beleven. Ja, ze hebben het wel over onweer gehad gisteren, maar wanneer en waar, hoe en wat, weet ik niet. Nee. Merken we vanzelf wel, we krijgen het vanzelf wel cadeau. En ja, dan koelt het gelijk misschien een stuk af. Voor degenen die dat nodig hebben. Maar oké, ik ga aan de koffie. En ik zeg tot straks maar weer. Doei doei. Ja, lieve vrienden, en het loopt alweer tegen 5:15 aan. En ik heb vanmiddag, eind van de middag, heb ik een telefoontje gehad van Mitchell. Die jongen met een lange haar, die wel zo af en toe hier komt. Van, hey, zin om de Pokémon jagen. Ja, wel. Is toch goed. Oké, dan kom ik eraan. Even later. Ik ga eerst langs huis. Even een korte broek aantrekken. En even spullen halen. Dan kom ik. Ik kreeg net weer een bericht. Komt hij onder de douche uit? Want hij stonk. Nou ja. En ik maar wachten. Maar oké, maakt niet uit. Als je maar pret hebt. Toch? Ja. Ik vind het wel goed hoor. Ja, ik heb het gordijn in de keuken dicht gedaan. Vanwege de warmte. Hou je de warmte daar weg. Want de zon die staat nou aan die kant achter me. Ja, voordat bij de tuindeur begint het wat af te nemen. Er komt schaduw. Zo. Dus ja, lekker. Nou, gisteren had alles water gehad en je kan het nog steeds zien, hè? Ja. Het staat keurig en fleurig erbij, vind ik. Toch? Ja hoor, vind ik van wel. En daar zit madammeke. Hé? Ja nou. Kijk, kijk. Kom maar dan. Nee, geen zin. Geen zin. Nou, hoeft niet hoor. Hier komt een andere, hè? Ja. Die heeft wel zin, hè, kerel. Ja. Ja. Ja, nou. Nou, duw niet zo gekkie. Ja, je moet niet zo duwen. Helemaal rauw. Daar ligt mijn hondje. Hè? Hij gaat 19 keer daar leggen. En waarom die daar gaat leggen, ik weet het niet. Maar soms dan denk ik wel eens, ja, daar stond de rolstoel voorheen van mijn man. Misschien dat hij daarom daar gaat leggen. Want daar gaat hij heel vaak leggen. Het is of daar, of nou ja, voor de kast daar in de televisie en of op de bank. En wat hij ook doet, dat is onder mijn bureau leggen. Ja, ik weet niet. Misschien dat hij dan bescherming zoekt of ja, ik weet het allemaal niet. Het is mij in ieder geval een raadsel. Maar hij is wel lief. Ja, die is lief en die is lief en die is lief. Hé, gaapie doen meisje. En nou heb ik ze alle vier dus momenteel binnen. Drie keer erop krijgen. Maar de vierde, nog verder naar achteren. Moet ik wel erom denken hier al. Nou, dan heb ik ze er alle vier op nu. Is alleen mensen, maar ook dieren hebben last van. Heb ik ze er alle vier op. Toch leuk. Ja, ja. Ja, de dieren hebben er ook last van. Nou, dat wil mijn hondje niet hoor, in het water. Nee, die heeft een hekel aan water. Ja, het is geen waterhondje, hè? Nee.
Hij is liever aan het jagen, hè? Ja. Maar hij wordt ook ouder, dus ja, doet hij ook 1, 2, 3 niet meer. Voorheen mocht hij graag de katten opdrijven van hier blijven, hier blijven. Dus een schapendrijver. Maar nee, die zit er eigenlijk te wassen van Frankie, je krijgt visite hoor. Ja, maar dat wist er al, Mitchell die komt. Ja, en dus. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles. Wij gaan straks Pokémon jagen. Ik neem dus dit apparaat mee. Ja, dat doe ik. En dan hoop ik dat ik gelijk ook weer mijn mobiel eventjes kan filmen. Want er was er iemand die had daarom gevraagd op Facebook. Ja, ik weet niet dat mijn hoofd niet meer, niet meer wie dat was. Gaat goed met mij, maar niet heus. Ik weet het echt even niet meer. Maar er was er eentje, ja, ik zal papiertje wel op de eettafel hebben liggen ergens. Maar in ieder geval, ik zal die even opzoeken, dat papiertje. Daar staat haar naam op en dan komt het wel goed. Ja, want dat vrouwtje die rijdt ook scootmobiel. Dus ja, ik zal hem eventjes vloggen, hè, die van ik. Ja. Dus dan komt hij er even helemaal op te staan, et cetera. Ja, hij staat er al wel vaker op, maar eventjes speciaal voor haar zal ik dat doen. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet van alles wat jullie doen. Gaan, doei, doei. Hey Mitchell, jij hier ook? Ja, toch wel. Tjong, hoe doe je dat? Nou, ik ben met je meegegaan. Oh, ben je met mij meegegaan? En wat ben je aan het doen? Ben je een Pokémon aan het vangen? Ach zo. Ja, lieve vrienden, wij zijn dus aan het Pokémon jagen, vangen, weet ik veel. Bij die mooie machtige onderzeeër. Ja, ja, een hele mooie onderzeeër. Maar ik moest ook mijn booster eventjes vloggen, dus dan doen we dat. Speciaal voor een zekere Femke, ik ben er achternaam weer even helaas vergeten. Maar ja. Zo ziet hij er dus uit. Met drie vlaggetjes. Vier vlaggetjes erop. En ook, ja, ik ben een Pokémon aan het vangen. Daar staat mijn poppetje. En hier hebben we een Pokémon. Dat is een Pokémon. En de bedoeling is dat je met die bal die Pokémon probeert te vangen. Ja, nu laat het maar begaan. We hopen het. Ja, ik moet er aan de voorkant, weet ik. En zo ziet mijn scootmobiel, oftewel mijn booster zoals ik hem noem, aan de voorkant eruit. Amazing woman. En wauw, wat zie jij er lekker uit. Ja, ik niet hoor, die scootmobiel die ziet er lekker uit. En ja, men kan het zien dat ik Pokémon vang. Want ik heb daar Pikachu en daar Miauw. Ja, dus leuk, 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 leuk. Dacht ik zo. Of niet dan, Mitchell? Ja, hartstikke leuk. Dacht ik. Mooi. Ja, echt heel mooi. Dus ja, lieve vrienden, zo is het. En ja, Femke. Nou, heb jij hem tenminste gezien. Als je de vlog tenminste ziet. Maar oké, ik zal het onthouden. Ik zal het je morgen doorgeven. Ja. En de Pokémon hebben we gevangen. Dus die gaat naar de professor toe. Yes! Oh, de leuren die zijn uitgewerkt. Heb jij niet meer? Ik heb er maar één. Nou, doe ik er nog eentje erin. Ik heb er 4. En je krijgt ze ook maar cadeau. Zo nu en dan. Maar ik heb er 1 erin. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen tot straks als we weer thuis zijn. Ik zou zeggen doei doei. Ja, lieve vrienden, we zijn nu eventjes hier bij een heel mooi gebouw. Ik vind het schitterend. En daar staat nog veel meer. En dit is Showdown. Hier zit een toren in, gemaakt voor Pokémon.
En dat laat ik jullie even zien. Dat is dat blauwe ding. Met dat eitje erop. Daar gaan we straks met z'n allen tegen vechten. Ja, er komt nog meer mensen aan. Dus die gaan met Mitchell en mij meedoen om te gaan vechten. Dat is leuk, ja. Dus we gaan straks er tegenaan. Ze zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Alweer eventjes hoor. Want ik heb al koffie staan. Ik heb al een koekje staan. En ik heb mijn Pokémon tot zover wat ik weet bijgewerkt. Dus ja, en degene die ik bedoelde in mijn vlog vanwege mijn scootmobiel, dat was Femke Wesselman. Daarvoor heb ik het even gevlogd. Dat ik zal haar zo meteen even bellen, want ik heb haar nummer. Dus komt allemaal goed. Komt allemaal op zijn pootjes terecht. Voor jou, hè? Ja. Een miauw. Een miauw. Mrouw? Is het zo? Ja? Is dat zo? Is dat zo dan? Hé, is dat zo? Wat een dikkie. Hé, ja, is lief. Maar oké, lieve vrienden. Ik maak er gelijk een einde aan voor vandaag. En ik zou zeggen, een fijne avond verder geweest. Ik hoop dat jullie me zien, want het is al schemerig. En ik hoop dat jullie mij dus ja, goed kunnen zien nog. Ik zou zeggen, een fijne avond verder nog. Voor later wel rusten. Ik hoop dat jullie kunnen slapen met die warmte. En morgen gezond wereld. Dus graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!